eigenlijk wel jammer, die praat zo tegen me. Bent u nu aan het lachen met mijn stem? We zijn onderweg naar die 400.000 abonnees. We hebben gisteren die 389 gehit. Ik weet niet of jouw ouders al gesubscribed zijn of mij, maar als dat niet zo is, neem even hun telefoon en subscribe even. Zal ik een haircut gaan pakken, maar we pakken gewoon die snit als ik 400k heb. Vandaag doen we iets waar jullie al lang op gewacht hebben. Hey, we gaan weer prank calls. Ik weet dat jullie prank calls willen. Hey, it's gonna be nice, maar subscribe eerst op mijn kanaal. We zijn vandaag all white. Zien jullie dit? Zorg dat je gesubbed bent. Zorg dat je mama gesubbed is en je pa en je oma, weet ik wel, iedereen. Prank calls! Ja! Kan je even subben op mijn channel? Ja. Oh, je wil dat niet doen, je kijkt enkel en zijn knol. Wat? Hey! Dat kan niet, man. Subscribe even. Je wil goud. Kan je even gewoon subscriben? Dit was mijn allereerste telefoon. Ik weet niet welk jaar deze is, maar ik denk dat ik deze in 2008 of zo gekocht heb. My first Sony Ericsson telefoon. Ja. Dit is een nice one. Ja, ik weet ook dat 30% van mijn viewers niet eens gesubscribed zijn op dit kanaal. Maar hey, maak even een account, het duurt eigenlijk niet zo lang. Tijd voor de prank call. Prank call! Ik heb nog altijd geen nieuwe lamp. Ik ben net naar de Quick geweest. Dit is een nieuwe drop van Supreme. Vandaag gaan we weer bedrijven bellen, dus ik doe een gepaste outfit aan. Mensen uit Nederland, Quick is zo onze versie van McDonald's. Ja. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Spreek ik hier met de Quick? Ja. Ik was dus net om een Supreme Chicken gekomen bij de drive-in. Spreek ik met de manager? Dat spreek je mee. Ik wil graag een klacht indienen. Ja, dat kan u zien voor mij. Dus wij kwamen binnenrijden bij die McDrive. En het eerste wat die meneer zei was: kunnen we jou eens chicken zoeken? Ik heb een McDrive, misschien moet je dan naar hen bellen. Godverdomme. Oh! Ze hebben geen McDrive. Ik heb aan de verkeerde gebeld. Die guy was perfect, man. Ja. Dit is. Ah! Goedenavond, spreek ik hier met de Quick Sint Kruisbrugge? Nee, je spreekt niet met de Quick, jongen. Dag. Yeah. Oh, fuck, no. Ah, hoezo? Die doet zo. Hey, dat was toch wel gewoon de Quick? Ja, dat was al de Quick, maar hoezo? Die neemt niet op. Die maakt u zo para dat ik hem op de grond knalt. Ik doe het speciaal om naar de Quick te bellen, die neemt me niet op. Het is dinsdag. Er is nu echt geen volk. Hallo. Hallo, frituur het puntzakje. Ja. Bent u nog open? Ja, ik ben nog open. Zijn jullie eigenlijk blij met die rating van 3 sterren op 5? Wat blijft? Zijn jullie eigenlijk blij? Jullie hebben een score van 3 op 5. Geen idee, maar ik heb veel volk, dus eigenlijk... Ja, maar wat. Ik wil ook nog een klacht indienen. Klacht? Ja. Check. Geef mij zijn die fucking manager. De manager is er niet. Maar bent u de manager? Nee. Kijk, maar ik wil dus een kleine klacht indienen, want ik was vanmiddag bij jullie en ik had een hamburger gekocht. Ja? Ja, what the fuck, man. Ik zie hem vanavond, anders moet ik hem wel. Nee, ik had wel aan u zeggen dat... ik zag het aan jou, jij geeft het door aan hem, ja? Ja, ik heb... Ik zag het nu aan jou, jij geeft het door aan hem. Ik ga er zeker. Dus ik koop een fucking hamburger bij jullie, ja? Welke hamburger... Ja. Hey, welke hamburger had ik gekocht? Een chicken. Ik had die chickenburger gekocht, toch? Ja, what the fuck? Ik doe die open, ik zag extra kaas, er lag geen kaas tussen. Dat kan niet, hè? Nee, dat klopt niet. Dat is alles. Wat? Ben je even bezig met klanten ook? Ja, maar ik bel toch? Ja. Doe eerst mij. Oké, ja, ik kan dat doorgeven aan mijn... Nee, nog. Dus ik bestel ook medium friet. Dat was geen fucking medium friet. Dat was een kleine friet. Dat kan niet, hè? Jullie hebben een score van 3 op 5 op Google. Die 3 is te veel, snap je? Moet ik een paar reviews lezen? Ja. Die fucking toiletten waren niet eens gekuist doet. Vinden jullie dat eigenlijk normaal? Nee, ik vind dat niet normaal, maar het valt allemaal op. Maar je moet dat niet! Check. Jij geeft alles door aan jouw baas? Ik ga alles doorgeven. Alles? Wat is jouw naam? Ja. Wat is jouw naam? Dan kan ik daar even opschrijven. Evie. Wat? Wil je nou eens herhalen? Evie. Dank u wel. Kijk, ik hou contact met u. En fix die shit, hè, man! Ja. Als de voedselpolitie bij jou langskomt, als wij bellen, dan neem je op. Als je klant hebt... Mij eerst, ja. Die heeft die klant achter gestopt voor mij. Die was zo best op mijn klant. Die klant hoort mij ook zo roepen. Die blijft verder praten met mij. Hallo, spreek ik hier met frituur Luc? Meneer? Hallo. Meneer, hallo? Ja? Ja? Spreek ik hier met frituur Luc? Ja? Die frituur van jullie. Ik ben gisteren eens langs geweest en ik heb een pakje frieten gekocht. Een medium stuk, denk ik. Ik had joppiesaus gevraagd, maar toevallig was er geen joppiesaus bij. Nou, ik vroeg of dat die korting van die 50 cent op die saus nog klopte. Hè? Ik weet niet of ik zeker met de juiste persoon in contact ben. Bent u van frituur Luc of niet?
Ja. Ik ben een pak friet bij jullie komen halen en daar ben ik redelijk zeker van. Nou, ik had saus gevraagd, maar die saus kreeg ik helemaal niet. En wie bent u? Nou, ik ben Jean-Luc de Haan, maar dus die saus, kan ik die bij jullie nog komen ophalen of niet? Ja, een kilo zelf. Een kilo saus? Meneer, voor welke prijs? 50 cent! Afgelegd. We laten frituur Luc met de rest, man. Stel je voor, dit is de afbeelding van je fucking pita-zaak. Aurelia, pita, pasta, pizza, spreek je daarmee? Muidepoort 31, ja? Muidepoort 31, ja? Yes. Als ik jullie site opzoek, dan kom ik zo bij. Staat zo gewoon een foto van een hamburger? Creme joint, meneer. Ja, dus dat is een hamburger. Ik denk dat het Andalus is, man. Ik ben niet zeker. Hallo? Hallo? Ja, dus hamburger. Ik weet niet welke saus dat is. Ik denk Andalus. Er zijn een paar stukjes uit. Like, kan ik die bestellen of niet? Wat moet jij bestellen? Zo die hamburger van op jullie foto. Hamburger? Ja. Welke hamburger? Ja, zo met Andalus. Hamburger en brood. Ik weet niet zo welke dat is, maar die staat hier wel. Kan ik die bestellen of niet? Gaat jij erachter komen? Mag ik even een review geven van jullie winkel? Adres? Luister. Was niet echt appetijtelijk. Pasta polo besteld. Moet normaal met roomsaus zijn. Wij krijgen een half bakje vol olie. Kan ik de kok even spreken? Hebt een bestelling al gedaan? Ja, ik heb dat net gedaan. Ik heb net al mijn bestelling gedaan. Hallo? Ja? Bent u daar nog? Ja, ik ben hier, maar als je een beetje rustiger en duidelijker praat, ga ik je verstaan. Ik praat toch duidelijk? Ik praat, je moet niet roepen, hè, man. Nee, ik roep niet. Jawel, waarom roep jij? Waarom roep je? Je moet echt niet roepen. Nee, alsof daar volk zit bij jullie. Alsof daar iemand is. Nu zit ik in een rustige plaats. Oké. Zit er daar iemand in jullie winkel? Is er volk? Nu momenteel. Ja, nu? Ja, binnen wel, ja. Hoeveel, man? Waarom? Gewoon dat ik weet hoe druk dat is, dat weet ik hoe lang ik moet wachten op mij. Maar kan ik die hamburger nu bestellen? Ik weet niet welke fucking hamburger dat is, maar die staat op jullie site. Zo, ja. Kan dat? Maar ik weet niet waarom dat je gebeld hebt, meneer. Ja, omdat ik eten wil! Hé? Omdat ik eten wil! Je wil eten? Ik wil eten! Ja? Ja, jullie zijn toch pizza, pasta? Wat is het nog allemaal? Pizza, pasta. Pizza, pasta, ja. Hebben jullie ook hamburgers? Ja, zet dat daar dan bij! Zet dat daar dan. Pizza, pasta, hamburgers. Ik had die hamburger met die Andalus. Een Franse hamburger met Andalus. Maar wat Franse hamburger? Ik heb toch niet gezegd dat ik een Franse hamburger wil? We hebben gewoon Franse hamburger en gewoon een Biki burger. Wat? Biki? Ja. Biki cheese? Ja, dat bedoel ik. Ja, Biki cheese, maar ik wil daar een paar dingen van halen. Like, een Biki cheese, maar ik wil zonder augurk. Hoor je het nog? Ja. Hallo? Dus, heb je het gehoord wat ik zei? Ja, Biki cheese zonder augurken. Ja, kan je die kaas daar ook van doen? Ja. Dat is het. Dat is het. Ja, herhaal het een keer. Dat je het zeker goed verstaan hebt. Biki cheese, zonder augurken en zonder kaas. Ja, en om te drinken. Wat hebben jullie allemaal om te drinken? Hey, besef je nu pas dat ik daar altijd van bestel? Wat? Aurelia, ik besef dat die altijd. Oh fuck. Hallo? Ja? Ja? Hebben jullie ook hamburgers? Nee. Hebben jullie ook pita? Ja? Jullie hebben wel pita. Kapsalon? Ja? Geen kapsalon. Moet je het hebben of niet? Ja, jawel. Ja, ik heb toch geen menukaart voor me liggen. Ik weet toch niet wat je allemaal verkoopt. Nee, niet met mijn klutranden, hè. Wat? Wat blief? En mij verstaan. Wat blief? Ja, heb mij goed verstaan. Wat? Hey, wat doe je dat? Waar is dat gun, man? Hoezo? Wat doe ik verkeerd? Kom ik zo fel over? Ja, u belde net naar mij en u heeft mij helemaal uitgescheten. Dus ik heb dat tegen mijn broer gezegd en mijn broer wil nu iets zeggen tegen u. Ja, wel, ik stond u in band en mij verstaan. Wat? Wat? Ja. Wat? Ik heb het adres hier, hè. Ik zal het weer mijn ballen in zijn. Goedendag, Miskelling. Hallo. Goeiedag. Hallo. Dus, ik was deze middag bij jullie voor een hamburger. En, Meneer, mag ik iets vragen? Vinden wij het grappig of gaan we op een deftige manier doen? Vinden jullie dit normaal dat jullie zo praten tegen mij? Ja, eigenlijk wel. Ja, want u praat zo tegen me. Bent u nu aan het lachen met mijn stem?
Stel je voor, je stem is oud, zo, wat? Hey, fuck! Die vrouw deed even gewoon. Die vrouw diste mij, man. Wat? Hoezo? Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Chicken cheese zonder kaas. Stel je voor, je hebt dat niet door, man. Bedankt om te kijken naar deze video. Dat je het nice vond. Zoals ik in het begin van deze video zei, ik heb bijna fucking 400k, dus waarom bestel je? Subscribe, man. Ik ga je zeggen, waarom bestel je niet? Hey, dus jullie weten wat jullie moeten doen. Die video's, ik steek hier veel werk in. Tot de volgende keer. Ik ga naar huis. Yeah. Ah! Yeah. Oh shit. Dat is een fucking grap. Yeah. Yeah. Hap, kapot. Eindelijk, boy, ik heb hier lang op gewacht. Habbo Hotel. Wilde niet, babbo. Oh, ze zijn jij. Wanneer je haar volgt om te ruilen, maar ineens.